Bingo, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen. Vorige woensdag werd op de hippodroom van Kuurne de grote winterprijs gereden. De oudste drafklassieker van ons land was toe aan editie 101 en voor de 23ste keer vormde de Kuurnse renbaan het decor. Al bij de start vervallen de kansen van het nummer 2 Falcao du Chenu door een galopade. Ook Evoila de Muze en Piet van Pollard aan de binnenzijde is op achtervolgen aangewezen. De blikvanger van deze koers was Cyril Datom. De gekende Vosruin is drievoudig winnaar van deze klassieker en zou met Hanna Huygens in de sulky proberen om de koers voor een vierde keer te winnen. In de groen-witte kleuren volgt hij in zevende stelling. Vooraan deelt Christophe de Grote met het nummer 3, Ekiango du Nil de Lakens uit. Nico Danes volgt in de buurt met Top Merry Last Winner. Ook Christophe de Puit is heel attent mee met de Franse draver Dexter Cateau. In de zwarte driverskleuren neemt hij de koppositie voor zijn rekening. Na één volle ronde koers probeert Cyril Datom zijn positie te verbeteren. Een aanval levert een voorlopig tweede plaats op aan de buitenzijde van Dexter Cateau. In het kielzog van Cyril Datom volgt Esteban Ciel als een schaduw. Dit nummer 4 heeft niemand minder dan Jos Verbeek in de sulky. Die draagt de prestigieuze eigenaarskleuren van Écurie Jean-Luc. De blauw-gele strepen kwamen 3 weken geleden trouwens nog als tweede over de aankomst in de Prix d'Amérique met Hokkaido Ciel. Deze Esteban Ciel is het trainingsmaatje van die Franse topper. En hij laat in Kuurne zien dat hij ook uit het goede hout gesneden is. Bij het uitkomen van de laatste bocht zijn er nog 4 paarden in strijd voor de zege. Maar het is verrassend dat Cyril Datom de eerste is om zich gewonnen te geven. De drievoudig winnaar moet deze keer vrede nemen met de 4e plaats. Nico Danes stuurt op het rechte eind Last Winner aan de buitenzijde in de aanval. Deze beste Belgische merrie lijkt ook op weg om de 2 Franse dravers te vloeren. Maar Esteban Ciel heeft nog genoeg reserves om de zege veilig te stellen. Voor Verbeek is het zijn 3e zege in de grote winterprijs. Dexter Cateau tikt nog sterk af als 2e voor Last Winner die 3e wordt. Bingo, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen.